Armand en ben ik te min. Aan de telefoon Sander Pol, trainer SC Overwetering. En vandaag heeft SC Overwetering flink gewonnen met 6-2. Tegen Barbaros. En dat is voor mij een vrij knappe prestatie, denk ik zo, Sander. Ja. Een mooie overwinning en een dik compliment aan de ploeg. Hoe zij vandaag, goed hebben geacteerd. Dus, mooi om ook eens keer als trainer langs die kant te staan. En na een minuutje of 60 te denken van, goh, lekker zo zeg, naar die overwinning toe werken. Ja, maar het is trouwens ook best wel knap. Barbara staat ook vrij veel hoger in de stand. Wat was jullie key vandaag? Wat was het, waarin waren jullie zo sterk vandaag eigenlijk? Nou, we hebben tactisch het wel anders gedaan dan andere wedstrijden. Is dat Stefan Hekman stond in de spits. Hushan Ali op rechts en Oscar op links. En als je met Hekman in de spits speelt, dan speel je gewoon een iets ander spelletje dan dat je met Raymond Elshoff of met Jelle Lucas in de spits speelt. En omdat Barbaros een goed voetballende ploeg is, ja, en een zwakte in de verdediging lag, hebben we getraind en ook de focus gelegd op de ballen daarachter. Nou ja, goed, en daar waren we dodelijk effectief in. Stefan Hekman heeft 3 keer gescoord. En vanuit die situaties. Dus ik denk als je het hebt over waar is nou het beslissend in geweest? Ik denk dat dat wel beslissend is geweest. Alhoewel, gewoon de hele ploeg gewoon keihard heeft geknokt voor dit resultaat. Want het gaat niet alleen om die momenten, maar ook gewoon hoe ze het hebben opgelost in het veld. De opdrachten zijn nagekomen, dus prima team overwinning. Waren er nog dingen waarvan je dacht van dat had nog wel beter kunnen, of was het eigenlijk gewoon de perfecte wedstrijd zo? Nou, over het laatst dan worden we eigenlijk iets te makkelijk. En dan hebben we ook veel energie in de wedstrijd gestopt. Wat ook uiteindelijk geresulteerd heeft in doelpunten. Maar je ziet dan wel als wij wat wegzakken dat, in dit geval Barbaros, de voetballende ploeg is nog op 6-2 komt, of op 5-2 komt. We maken nog een 6-2. Maar dat enige smetje is wat je zou zeggen van nou ja, goed als je nog ergens de vinger op legt. Maar ik kijk niet naar de dingen die fout gaan. Ik kijk juist naar de dingen die goed gaan. En dat was deze wedstrijd vooral veel zaken waar we op hebben gegaan. Kijk, dat is een goed teken. Volgende week tegen MVV. Wat is dat van club? Nou ja, MVV wordt weer een hele andere wedstrijd. Dat wordt meer werkvoetbal. En dan krijg je eigenlijk minder ruimte om te voetballen. En dan ga je meer in de duels. Dus dan wordt er weer wat anders van je gevraagd. En dan zal er misschien minder ruimte achter de verdediging liggen, want MVV zakt meer in. Dus dan gaan we dinsdag en donderdag weer naartoe werken. En dan zullen we wel weer een plannetje smeden om uiteindelijk MVV het moeilijk te maken, want je wint nu, dat is mooi, maar uiteindelijk om je veilig te spelen, en misschien meer dan dat, dan zullen we ook zondag tegen MVV weer punten moeten halen. Want die druk ligt momenteel wel bij ons nu. Maar is er zo dat jullie altijd trainen, zeg maar, altijd trainen voor de wedstrijd daarop, zeg maar, of trainen jullie ook meer op zijn algemeenheid? Of kijk je heel erg naar wat de tegenstander doet en dat je daarop traint? Nee, we beide. Dus de trainingen zijn gericht op ons. Dus wat doen we in balbezit? En natuurlijk ook in zijn algemeenheid. Maar daarnaast ook altijd gericht naar de tegenstander. Maar ook kijken van, goh, hoe speelt de tegenstander en wat gaan wij daar tegenover zetten? En wat is mijn taak in die positie? En als team, wat gaan we doen? Dus dat vind ik wel belangrijk als trainer, dat het dan ook... dat we dat dan ook gezamenlijk als team uitvoeren. En daarnaast heb je die individuele kwaliteiten. Want Hushan maakt vandaar ook 2 fantastische doelpunten. Van rechts naar binnen komen en met links afmaken. Dus dat is echt, dat doet me echt hartstikke goed. Dat zo'n jongen die net komt kijken, eigenlijk zo volwassen de doelpunten maakt. Mm-hmm. Dus er zit nog veel potentie in die jongens. En daar zijn we elke week hard mee bezig om uiteindelijk dat te openbaren. Oké, hartstikke mooi. Sander, mag ik jou bedanken?
En vier het succes nog even, zou ik zeggen, vandaag. Oh, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. En tot volgende week. Ja, tot volgende week. Hoi. Hoi.